Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video, een nieuwe week. En vandaag bedacht ik me eigenlijk dat het misschien een leuk idee is om jullie te leren hoe dat je bewuste keuzes kan maken. Nu, op zich is het niet zo moeilijk, maar vaak maken we het allemaal veel moeilijker dan het is. Omdat we gewoon zijn en omdat we het geleerd geweest zijn om eigenlijk alles te benaderen vanuit onze mind, vanuit onze gedachten. Dus vandaar heb ik even de tijd genomen om eigenlijk oude content die ik vroeger nog gemaakt heb online op mijn vorige website, om die opnieuw volledig te herwerken, zodanig dat ik die in een video kan werpen voor jullie nu vandaag. In de hoop dat je er iets aan hebt en dat het jou weer een stapje verder brengt, dichter bij jouw vrijheid. Nu, ik ben een transformatiecoach, een healer, ik ben ook een schrijver, mocht je dat nog niet weten. En de bedoeling van al de dingen die ik doe, is om jou dichter bij jezelf weer te brengen. Om jouw zaken aan te leren zodat je bewuster in het leven gaat gaan staan. Vandaar ook de video Leren bewuste keuzes maken. Want als je leert bewuste keuzes te maken, dan kan je jouw leven gaan vormgeven voor je hoogste goed. Wat dat betekent dat je eigenlijk een magneet wordt voor al wat dat er voor jou voorbestemd is. Voor al jouw wensen, alles waar jouw hart eigenlijk naar verlangt. En de manier waarop je een keuze maakt, heeft natuurlijk ook te maken met de mate waarin je bewust bent. Want je kan niet iets weten of beslissen of gaan doen als je het niet weet, als je er niet bewust van bent. Dus vandaar dat het belangrijk is om bewuste keuzes te leren maken. En hieraan gekoppeld wil ik ook meegeven dat het belangrijk is dat van zodra dat je eigenlijk bewuster wordt, dat je zelf niets gaat gaan verwijten waar je vroeger of in het verleden andere keuzes hebt gemaakt. Want die keuzes die je toen gemaakt hebt, heb je gebracht tot waar je nu vandaag bent. En dat is oké. Je bent nu op het punt of het pad waar je mag en moet zijn. Ook al zijn er vertragingen of ook al lijkt het dat dingen altijd maar uitgesteld worden, om welke reden dan ook, collectieve energieën of pandemie of wat dan ook, weet en vertrouw dat alles verloopt zoals dat moet lopen en dat we nog steeds op schema zijn. Nu, de reden is waarom je eigenlijk mag leren bewuste keuzes maken, is omdat je dan eigenlijk ook meer keuzes gaat maken die alleen zijn met je ziel, met je essentie. En dat maakt dat je dan automatisch ook meer gaat gaan zijn wie dat je hoort zijn. Dat je veel meer het leven gaat gaan leiden waarvoor je voorbestemd wordt. Want in deze tijd kan je niet blijven ontkennen wie dat je werkelijk bent. Je kan dat wel natuurlijk, maar dat maakt je niet gelukkig. En het is net dat die dan meer weerstand geeft en die nog meer problemen en obstakels eigenlijk zal aantrekken. Terwijl die eigenlijk er ook bedoeld zijn om je in de richting te duwen en om je in de richting te tonen, te sturen, zodanig dat je die bewuste keuzes gaat gaan maken, zodat je weer op het pad die perfect in afstemming is met jouw zielsmissie, met de lessen dat je ziel wil leren en zo meer. Nu, in deze video ga je drie belangrijke dingen leren. Leren bewuste keuzes maken natuurlijk, maar het zal je ook helpen om de angst te verminderen om te kiezen. En dus eigenlijk voornamelijk de angst om iets te verliezen. Daar ga ik straks nog dieper op in. En je leert ook in overgave te leven aan jouw uiteindelijke keuze. Wat weer een deel is van het leerproces, waarbij je zal leren dat falen, en ik doe zo tussen haakjes omdat falen eigenlijk niet bestaat, maar eigenlijk is het ook een onderdeel gewoon van het leven. Dus daar gaan we in deze video mee aan de slag. Zoals jij weet, is deze video iets weer, zal deze video wellicht weer iets langer zijn. Dus haal er gerust een glas water bij, of een kopje koffie, of thee, of wat dan ook. En dan, ik loop niet weg. Ik blijf hier gewoon lekker online bij jou. Zo. Vooraleer dat we dieper in het onderwerp duiken, is het belangrijk te weten dat er geen foute keuzes bestaan. Door te leren bewuste keuzes te maken, ga je leren jouw angsten te herkennen en te erkennen. Zeker wanneer het gaat over het maken van een bepaalde keuze. Je krijgt meer inzicht in de overtuiging die je hebt en dus ook meer zicht op wie dat je werkelijk bent. En dat maakt dat je dus hetgeen wat je altijd gedacht hebt over het leven, over jezelf, dat je gaat gaan zien dat er eigenlijk niet langer bij jouw essentie past. Zodat er niet meer een overeenstemming is, niet meer dezelfde energie is als wie dat je bent, wie dat je bedoeld bent te zijn. Ik zal het zo zeggen. En aan de hand van vier stappen, vier onderdelen, ga ik jou leren om op een heel eenvoudige manier keuzes te maken. Kortom,
leren bewuste keuzes te maken, want dat gaat je helpen om meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen te krijgen wanneer je keuzes mag gaan maken. En het helpt je om eventuele faalangst te verminderen. Want door gaandeweg die keuzes dan te maken, dan ga je ervaren dat je altijd opnieuw een nieuwe andere keuze kan en mag maken. Dus er gaat uiteindelijk nooit iets verloren. Het enige wat je doet, is eigenlijk gewoon voortdurend bijleren. En dat heeft mij ook geholpen om stappen te zetten in mijn leven, om keuzes te maken in mijn leven. Omdat net door keuzes te maken en te kiezen voor wat je wilt, dat je dan telkens helderder krijgt van oké, dat is inderdaad iets die bij mij past. Of nee, dat is inderdaad iets die niet volledig bij mij past. Dat, om welke reden dan ook. Dat kan gaan over een sport, dat kan gaan over een hobby, dat kan gaan over een manier van ondernemen, dat kan gaan op een werk of wat dan ook. Door het te doen, ga je weten van oké, het is iets voor mij of net niet. Nu, de eerste stap is dat je helder krijgt wat dan jouw keuze is. Waarover gaat het? Want er zijn verschillende redenen waardoor we niet kunnen of durven kiezen eigenlijk. En wanneer je leert dat er dus eerst geen foute keuzes zijn, dan ga je ook die stress daar rond verminderen. Ik weet dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar ik zou zeggen, daag jezelf echt uit om deze week ermee aan de slag te gaan. En om in eerste instantie iedere keer tegen jezelf te gaan halen van, ik kan geen foute keuzes maken. Ik kan geen foute keuzes en kies vervolgens dan gewoon één van de twee of drie of vier mogelijkheden die er zijn. Want het vraagt gewoon oefening, totdat je die affirmatie of eigenlijk die overtuiging ook echt gelooft en dat echt in je systeem hebt opgenomen. En daarom is het goed om de verschillende stappen te gebruiken die ik hier vandaag met jou deel. Dus het eerste is, helder hebben wat die keuze is. Want die stappen gaan jou helpen wanneer je keuzes moet maken, maar voornamelijk wanneer je twijfelt of wanneer je voelt dat er bepaalde angst rond één of meerdere mogelijkheden zitten. En uiteindelijk ga je dan door telkens dieper op het gegeven in te gaan, iedere keer weer iets leren over wie dat je werkelijk bent. Over wat dat er past bij jou, wat dat er niet past bij jou. Dus in de eerste stap is het belangrijk dat je helder, maar ook heel concreet neerschrijft waar je keuze over gaat. Ben je iemand die heel creatief is, dan zou ik zelfs zeggen, haal dat talent dan naar boven en teken je keuze. Gebruik die creatieve manier om je keuze te materialiseren. Ben je bijvoorbeeld muzikant, kies dan een bepaald lied of componeer een bepaald lied die elke keuze vertegenwoordigt. Dus volg je gevoel hierin. Dan kan je even goed een leuk muziekje opzetten als je dat kan en als je dat wilt. Maar je kan ook even goed naar buiten gaan in de natuur en daar op zoek gaan naar je antwoorden en nieuwe informatie die tot je toe mag komen. Want dat alles ga je helpen om tot bij je gevoel te komen en vooral bij je gevoel te blijven. En dus niet iedere keer naar die gekke sprongen van je angstige hoofd te gaan. Nu, als je klaar bent, oh en ik ben dat vergeten te zeggen, voor deze video heb je weer opnieuw pen en papier nodig als je de vragen wilt noteren. Dus als je dat nog niet hebt, druk op pauze en kom dan zo dadelijk terug. Dus maar als je klaar bent, dan kan je drie volgende vragen beantwoorden. De eerste vraag is van, wat is je hulpvraag? Dus wat is je keuze? Waarover gaat het? De tweede is, wat zijn de mogelijkheden waaruit je kan kiezen? En de derde, zouden er nog andere mogelijkheden zijn dat je nu nog niet ziet of bewust van bent? Probeer zo goed en zo concreet mogelijk te zijn, want in de volgende stappen gaan we daar dan dieper op in. Dus de eerste stap is je keuzes helder krijgen. En nogmaals, beperk je niet tot twee mogelijkheden. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Dus open je gedachten, verruim je bewustzijn en laat spirit of je team jou die andere mogelijkheden tonen. Ga eventueel in meditatie of stel gewoon de vraag van kijk, beste lichtwezen van de eenheid of beste spirit of beste team, toon mij welke mogelijkheden er nog zijn. En dat is ook de manier waarop ik mijn echtscheiding heb aangepakt. Omdat de manier waarop het bij de meeste mensen gedaan werd, niet oké voor mij aanvoelde. En dat door weg te stappen en die vraag bij Spirit, bij mijn team neer te leggen, hebben ze mij het pad getoond dat ik mocht bewandelen. Die voor ieders hoogste goed was op dat moment. En eigenlijk nog steeds. De tweede stap in het maken van bewuste keuzes is jezelf de vraag stellen van welke gedachten bepalen die keuze? Nu, dat je wrijving en obstakels nodig hebt om te groeien, dat ga je wellicht al wel weten. Zeker als je mij al de hele tijd volgt, dan ga je dat ondertussen wel al weten. Maar misschien leerde je vroeger om moedig te zijn, om te blijven doorzetten. En
dat zorgde er misschien ook voor dat je niet de kans kreeg om je emoties te uiten. Zeker als het gaat over angst, verdriet, boosheid, dus die laagtrillende emoties, wat de meeste mensen heel snel proberen weg te duwen. Maar met die emoties, en dan niet alleen de laagtrillende emoties, maar al die emoties, gaan we in de volgende stap aan de slag. Ik ga eventjes mijn gsm op stil zetten. Zo. Dus gaan we in de volgende, die emoties gaan we in de volgende stap aan de slag. Dus wanneer je voor een keuze staat, ga je niet automatisch stilstaan bij de gedachten die die keuze bij je oproept. En daarom ook weer hier heb ik een aantal vragen voor jullie klaar, zodanig dat je bewust wordt van de gedachten die op dat ogenblik jou beïnvloeden. Nu, als je dat fijn vindt, dan kan je eerst een ademhalingsoefening doen om in het nu te komen en dus in je lijf en uit je hoofd. Dus neem even de tijd, zorg dat je niet gestoord wordt en geef dan antwoord op de volgende 5 vragen. De eerste vraag is van wie hoor ik te zijn in deze situatie? Dus de situatie die te maken heeft waar je keuze mag en moet over maken. Twee, wat wilt u dat ik doe? Drie, welk resultaat verwacht ik bij elke mogelijkheid? Vier, welke keuze mag ik maken? Vijf, wat was de eerste reactie op de voorstelling van het werkelijk zijn van elke mogelijkheid? Dus dat wil zeggen, als ik nadenk over die keuze die ik maak en ik stel me dat voor in de realiteit, hoe voel ik me daarbij? Hoe reageert mijn lichaam daarop? Wat zijn de emoties? Wat zijn de gedachten die allemaal naar boven komen? Maar hier voornamelijk focus dan op die gedachten. Emoties komen ook wel later nog weer eens aan bod. Nu, om dicht bij jezelf te komen en jezelf beter te begrijpen, is het belangrijk dat je een sacred space hebt. Iedereen heeft een eigen ruimte nodig, dus een sacred space, een heilige plaats, waar je je veilig kan voelen. En dat, of dat dan nu fysiek is in de vorm van een aparte kamer of een chalet in de tuin. Nog belangrijker is om te beseffen dat je ook in gedachten die sacred space kan creëren en mag creëren. Want dat is een plek waar je naartoe kan gaan, waar je naartoe kan terugkeren, wanneer je even wilt ontsnappen aan het leven. Een plek waar je gewoon kan zijn, waar je tijd kan nemen om keuzes te maken zelfs. Vaak worden dergelijke plekken ook gebruikt bij visualisaties. Denk maar aan een strand waar ze naartoe gaan, of een plek in het bos, of wat dan ook. Zorg dat je voor jezelf ook zo'n dergelijke plek hebt. Want wanneer dat de buitenwereld te druk en overweldigend wordt, dan kan je naar je sacred space om op te laden, om eventueel inzichten te ontvangen. Dat voor het tweede stukje. De derde stap is welke emoties beïnvloeden je keuze? Nu, eens dat je weet waarover dat je keuze gaat, dan kan je zakken naar het level van emoties. Want ook die bepalen jouw keuze natuurlijk. Emoties zijn nu eenmaal de taal van je ziel. Maar, en je hebt misschien al in een vorige video al gezien, emoties kunnen ook misleidend zijn. Zeker wanneer het gaat over gevoelens van angst. Dus door je gevoelens niet weg te wuiven, maar er met aandacht naar te kijken, zal je weten welke keuze dat er beter voor je is. Wat dat goed voelt en je enthousiast maakt, dat is de weg van je ziel. Dat is hetgeen waar je mag op wandelen. En elke angst die je voelt, vertelt je iets over de situatie en meer nog over wie dat je bent. Dus door net in die angst te gaan zitten, ga je ontdekken wat er werkelijk aan het spelen is. Bijvoorbeeld, faalangst is eigenlijk niet zomaar de angst om te falen. Bij heel veel mensen zit daar de nood aan erkenning van anderen onder. Of de angst om alleen te zijn. Of de angst dat er niemand van hen zal houden of niemand meer van hen zal houden als ze die keuze maken. Dus bij angst kan je jezelf altijd de vraag stellen: 1. Is deze angst wel realistisch? En vooral, welke gedachten zijn eraan gekoppeld? Wat denk ik dan dat er gaat gebeuren? Bij mij heeft het geholpen om te gaan kijken of dat de situatie waar dat ik mee geconfronteerd werd, of dat die levensbedreigend was of niet. En dat hielp me om mijn gedachten los te koppelen van die angst, dus van die emotie, en alles objectief te kunnen gaan bekijken. Want in elke situatie was er eigenlijk geen sprake van levensbedreiging, waardoor ik eigenlijk op dat moment geen objectieve reden meer had om me angstig aan te voelen in die situatie. En dat kan ook jou helpen, zeker in het begin, van bewust worden en het en bewust keuzes maken en bewust in je leven te gaan staan. En hiermee komt ook het idee van kiezen is verliezen. Wellicht heb je het ook vaak al gehoord dat mensen dat zeggen: als je kiest, dan verliest. Ik heb het in ieder geval vaak als kind en puber meermaals gehoord. En weet je wat? Dat is eigenlijk gewoon een foutieve overtuiging. Het klopt dat je soms compromissen moet maken, maar ook daar zit er weer een les in, zodanig dat we zouden leren helder te weten wat we nu echt willen, in plaats van alles maar gewoon een klein beetje te nemen.
of uit angst iets te missen, of geen keuzes durven te maken. Dus om je bewust te worden van de emoties die je beïnvloeden, kan je onderstaande vragen beantwoorden. Dus ook hier heb ik weer vragen voor je opgesteld waarmee je aan de slag kan. Als je dat wenst, dan kan je eerst voorafgaand een transmissie beluisteren waarin je contact maakt met je bron en je hart. Je vindt die ook terug op mijn YouTube-kanaal, waarin dat je inderdaad die verbinding kan gaan maken. Omdat het jou kan helpen om een beter inzicht te krijgen in de emoties die zich op dat moment, op dit moment aan jou tonen. Wil je het sneller gaan doen en niet de tijd nemen om transmissie te nemen? Dat kan natuurlijk ook. Dan leg je gewoon je... Oh, moet ik zien dat ik niet op mijn microfoon sla? Dan kun je ook gewoon je hand op je hart leggen en je echt met je aandacht verbinden met je hart en jezelf de vraag stellen, welke boodschap heb je voor mij? En dan laat je hoofd gewoon, de gedachten die in je opkomen, laat je gewoon op zijn beloop. En je zal heel helder voelen wat dat er eigenlijk... welke boodschap dat er nu belangrijk voor jou is. Nu, de vragen waar je nu in dit stukje, dus in die derde stap, mee aan de slag kan gaan, zijn... 1. Hoe wil ik mij voelen na het maken van de keuze? En dat is een hele belangrijke. 2. Welke angst schuilt achter de keuze? 3. Wat vertelt deze angst over mij? 4. Is de angst realistisch? 5. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? 6. Wat is de kans, dus procentueel gezien, dat dat ook effectief gaat gebeuren? 7. Voel je verdriet? En wees daar ook eerlijk in. Daar hoeft ook geen schaamte of zo over te zijn. Maar vaak zegt dat verdriet ook weer dan meer over waar je werkelijk mee aan de slag mag gaan. En de laatste vraag, voel je boosheid of frustraties? Nu, lukt het nog niet om al een beter zicht te krijgen naar welke keuzes je voorkeur dan uitgaat, dan kan je eventueel een lijst maken met alle voor- en nadelen per keuzemogelijkheid. En dan geef je een cijfer aan alle voor- en alle nadelen. Heb je bijvoorbeeld 5 voordelen en 5 nadelen opgeschreven, dan geef je daar een cijfer aan. En dat vertelt je dan hoeveel het voor- of nadeel voor jou doorweegt in je beslissing. Door dan optelsom te maken, krijg je eigenlijk een indicatie. Nu, let op hiermee, want dat is eigenlijk een oefening die je heel gemakkelijk kan manipuleren vanuit je overtuigingen. Dus ik zou zeggen, gebruik die enkel maar alleen als je echt niet anders kan, of om nog meer inzicht te krijgen in de keuze die je mag gaan maken. Dus waar dat de waarde en waar dat je dingen belang aan hecht, welke keuze dat daar meest mee verbonden is. Toen ik dat voor mezelf heb gedaan, en dat is ook de reden waarom ik dat niet meer doe, deze oefening, maar het kan voor jou wel behulpzaam zijn, is omdat ik eigenlijk mezelf hierdoor constant saboteerde. Omdat ik wist hoe dat die oefening werkte. Dus saboteerde ik eigenlijk vanuit mijn mind, vanuit mijn beperking, vanuit mijn angst, eigenlijk die oefening. Dus dat doe ik niet meer. Daarom komen we dan uiteindelijk tot stap 4. Wat vertelt je ziel jou? En dat is de reden waarom dat ik jou leer om nog meer te vertrouwen en eigenlijk blindelings de boodschappen op te volgen die ik mocht ontvangen. Dat is hetgeen wat ik uiteindelijk gedaan heb om mezelf niet meer te saboteren. Maar niet enkel je emoties en je gedachten geven je meer informatie over welke keuze dat beste bij jou past, maar ook je fysieke lichaam. Waar je gedachten je voor de hek kunnen houden en allerlei sprongen kunnen maken dat we niet meer kunnen volgen, waardoor we nog meer verward zijn, kunnen ook je emoties jouw hele hart misleiden. Maar jouw lichaam liegt nooit. Dus stap 4 is luisteren naar jouw lichaam. Welke sensaties word je gewaar? Waar voel je spanning? Is er een verschil in temperatuur of spierspanning? Bijvoorbeeld, wanneer dat mijn buik heel koud aanvoelt, dan weet ik dat er is omdat er daar te weinig energie is. Dat ik eigenlijk weer veel te veel dingen vasthoud. Op emoties bijvoorbeeld. Dus dan weet ik dat ik daar ook weer energie mag naartoe sturen en dat ik dat mag loslaten. Nu, om je dit gemakkelijker te gaan bewust van worden wat de fysieke sensaties zijn, heb ik ook een bodyscan opgenomen. Ik heb die op SoundCloud gezet, mijn account daar. Ik zorg voor een linkje in de box hieronder, zodat als je dat wenst, dat je die bodyscan eigenlijk kan doen terwijl je naar de audio luistert, als je dat wenst. Nu, als je dat doet, kies maximum 2 situaties of 2 mogelijkheden waarvoor je wil kiezen. Dus stel dat er bijvoorbeeld 4 of 5 mogelijkheden zijn, kies de 2 uit die jou het meeste aantrekken en gebruik die om de oefening, dus de bodyscan, mee te doen. En daarna ga je kunnen beslissen of dat je met die 2 verder gaat of niet. Of dat er misschien nog een andere mogelijkheid is
over welke beslissingen je mag nemen. Door net te gaan luisteren, te voelen vooral wat er gebeurt in die oefening. En door deze oefening kan jij je leren afstemmen op je ziel en energie via jouw fysieke tool, je fysieke lichaam. Nu, voordat we deze video afronden, is het belangrijk dat je, of wil ik jou nog meegeven, dat het belangrijk is bij het maken van een keuze, dat hetgeen dat je doet nadat je die beslissing genomen hebt. Namelijk overgave aan de keuze die je gemaakt hebt. Twijfel niet meer en vooral keer niet meer terug. Wanneer je alle stappen grondig hebt doorlopen, dan is er ook geen enkele reden meer om terug te twijfelen, om terug te gaan aan de keuze die je gemaakt hebt. En ja, het kan zijn dat je nadien zegt van ja, eigenlijk had ik beter de andere gekozen, maar je had dan niet geweten dat de keuze die je nu gemaakt hebt niet bij jou past of niet volledig bij je past. En dus niet de meest optimale beslissing was. Dus zie je hoe dat je gewoon, ongeacht welke keuze je maakt, dat je altijd iets leert en altijd weer wezen wordt. Dus het is namelijk door te kiezen en door te ervaren dat we leren, dat we wijzer worden, dat we krachtiger worden, dat we sterker worden, dat we bewuster worden. En het is door die keuzes te maken dat je te volle weet wat er bij je past en wat je beter mag loslaten. En dat is het leerproces wat wij allemaal leven noemen. Nu, ik zou zeggen, kies en beslis. Neem de stappen die bij de keuze passen en maak je leven er één zodanig dat je er trots op bent. En waarom zeg ik kies en beslis? Omdat het verschil is tussen kiezen en dan beslissen om bij die keuze te blijven. Niet voor eeuwig, maar zolang dat je voelt dat die keuze het beste bij je past en het beste aanvoelt, voor je hoogste goed is. Want wijsheid is immers ervaring en kennis die je in het dagelijks leven kan gaan gebruiken. En dus hoe meer ervaringen dat je hebt, hoe meer wijsheid jij kan gaan integreren. Nu, wil je nog meer dergelijke zaken leren, dan zou ik gewoon zeggen, kijk op mijn website. Via de linkjes hieronder kan je heel eenvoudig naar mijn website gaan. Loop je vast en wil je één op één met mij samenwerken, dan heb ik op dit moment 2 plaatjes vrij om met jou aan de slag te gaan. Zo niet, dan kan je natuurlijk ook terecht in het traject zelfrealisatie, waarin dat we leren werken met universele vlammen, waar dat jij eigenlijk op een hele vernieuwde manier leert samenwerken met jezelf, met je hogere zelf, met je team, met universele vlammen en eigenlijk jouw eigen healing in handen gaat gaan nemen. Ik was even meer afgeleid door een ambulance, maar ja. Zo. Ik hoop dat je heel wat hebt opgestoken van deze video. Morgen komt er waarschijnlijk een video aan rond relaties en vriendschappen. En de nieuwe ideeën die ik ondertussen ook weer heb mogen ontvangen. En de inzichten die ik heb mogen ontvangen. Dus alvast uitkijken naar die. Vergeet niet op like en subscribe te drukken. Zodat je op de hoogte blijft van wanneer ik een nieuwe video upload. En heb je vragen, wil je inzichten rond iets waar je zelf tegenaan loopt, aarzel niet om mij te contacteren. En dan kijk ik op welke manier dat ik jou verder kan ondersteunen. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens je een hele fantastische week en tot morgen!